De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoedadviseurs, Mick Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen. Zondag AZ Ajax. Ja, Jack, ik denk dat AZ zomaar naar het langs eind gaat trekken. Ja, de bal blijft rond, Edward. Ajax heeft natuurlijk wel gisteren Europees gespeeld. En dan zou je zeggen, meestal, van, maar ja, vul het maar in. We gaan het zien wat het wordt. We praten er ook over met onze gasten. En dat zijn vanavond Pieter Visser en Peter Hofstede. Welkom bij aflevering 98 van de Aftrap. Peter Hofstede is de technisch manager van Telstar. Vorig jaar draaide de Velsenaren een goed seizoen waarin ze net de play-offs misliepen. Maar dit seizoen gaat het allemaal een stuk minder. Voorlaatste in de eerste divisie. Peter, welkom. Is het vak van technisch manager dan ook ineens een stuk minder leuk? Absoluut. Omdat? Nou ja, weet je, als je speelt zoals vorig seizoen en alles een beetje meezit en de resultaten meezitten en je speelt tegen die play-offs aan, dan is iedereen in een andere stemming. Dit seizoen is het allemaal, valt het allemaal wat tegen. Ja, dan wordt iedereen wat chagrijniger en krijg je wat meer mensen die beginnen te zeuren. En dan is het niet zo leuk meer. Pieter Visser is muziekjournalist en eindredacteur. En hij schrijft ook nog columns voor Rodi Media. Het huis-aan-huisblad dat rond Alkmaar verspreid wordt. Pieter, welkom. Dankjewel, Jack. AZ. Zijn er nog minpuntjes of puntjes waaraan geslepen moet worden dit seizoen? Nou, het is een matig seizoen. Ik zag het ook al eigenlijk onder Jans, die eerste wedstrijd, dat je bovenaan stond met PSV. En ja, toen zag ik al, ja, je pakt wel de punten, maar ik zie het spel nog niet. Nee? Dus het verbaast me niks, zeg maar, dat het uiteindelijk zo inzakte. En wat moet er dan veranderen volgens jou? Nou ja, je moet meer uitgaan van je mogelijkheden, denk ik. En dat zag je dus zaterdag zag je al een beetje terug. Dus dat ze een soort verkap 4-4-2 speelden. En dat pakte goed uit, want je was erg dominant. En ja, Martens zei, daar hebben tegenstanders geen antwoord op. En dat zag je bij in Sittard gebeuren, die eerste helft. Zeker die eerste 20 minuten. Ja. Dus we gaan erop. Ja, er zijn wel mogelijkheden. En voor de drankjes zorgt als altijd net een goedenavond. Goedenavond, Edward. Peter, jij komt uit het oosten van het land. Maar kan je wel een beetje aarden? Hier bedoel je? In het westen. Nou, ik heb bij 6 verschillende clubs gespeeld in Nederland. En in 6 verschillende provincies. En ik heb eigenlijk overal heb ik het uitstekend in mijn zin gehad. Goed lukken dus. Dus ook Noord-Holland was prima. Okay, ja, ja. Maar je reist elke keer op en neer? Vanuit de regio Arnhem kom je vandaan die kant op, hè? Ja. 4 keer in de week meestal. Soms blijf ik over, want als het echt druk is, dan kan je beter hier blijven. Maar anders ruim een uur rijden, dat is nog wel te doen als je buiten de spits kan rijden. Ja, staat jou niet tegen? Nee, nog niet. Nee. Nou, straks praten we nog uitgebreid verder over Telstar, want het affiche van dit weekend is natuurlijk toch wel in Alkmaar de wedstrijd tussen AZ en Ajax. Inzet is toch wel plek 4 in de Eredivisie. Pieter, ben je bang dat AZ die plek mogelijk aan Ajax toch gaat verliezen? Die kans is aanwezig, ja. Al begon Ajax aardig onder van het schip, maar zijn ze ook een beetje dwalend zo nu en dan. Dus het is wel een soort gelijke tred die ze houden met AZ op een hoop fronten dit seizoen. Maar je ziet niet, als je naar AZ kijkt, toch nog voldoende organisatie ten opzichte van Ajax, dat je denkt van nou, dat komt wel goed zondag. Nou ja, je ziet dat Martens wel wat accent heeft verlegd. En dat pakte in Sittard vrij goed uit. En dat pakte tegen Feyenoord thuis vrij goed uit. En ik denk dat AZ daar een soort mix van gaat spelen tegen Ajax. En dan heb je natuurlijk wel mogelijkheden. Want Ajax is niet op het beste doen. Het is een understatement, denk ik. En als we nou over AZ praten, Pieter. Waar komt jouw liefde nou eigenlijk vandaan voor AZ? Nou, ik werd als kleine jongen door mijn vader meegenomen naar de Alkmaar der Hout. En ik herinner me dan die zaterdagavondwedstrijden. Zeker als jonge jongen. Ik woonde toen nog in de Wieringermeer. Was dat magisch. Met dat kunstlicht, de auto bij de Schutterswei, bij de gevangenis, wat tegenwoordig een hotel is. En dan door de Alkmaar der Hout naar het stadion. Je zag die lampen, het was magisch. Daar leefde je als jonge jongen de hele week naartoe. Ja. En uiteindelijk ging mijn vader dan wat minder heen. Ging ik als jongen van 14 jaar ging ik al liftend naar AZ. Liftend? Met een vriendje van me, ja. Vanaf de Alkmaarse weg in Middenmeer waar we toen woonden. Liftend naar AZ, ja. Zo graag wilde je. Ja, we kregen altijd wel een lift. Ja,
Dus dat is geen probleem. En dat mocht ook van je. Op de Alkmaarseweg. Ja, dat is de weg richting Alkmaar. Daarom geven ze het al aan. En ja. Daar stonden we dan in. Maar dat mocht ook van je vader gewoon. Die vond het prima. Geen probleem, waren ze tweeën. Dus ja, jongens van 14. Vriend van mij was wel redelijk uit de kluiten gewassen. Dus het is geen probleem opgelopen. Ik zit hier nog steeds. Dus, ik zit hier nog steeds. En dat liften heb ik erin gehaald. Ik heb vrij veel gelift in mijn leven. Maar wat triggerde jou buiten dit om van over AZ het spel dan? De spelers? Van vroeger? Ja, dat is natuurlijk magisch. Hovenkamp, die ligt hier op tafel. Ja, dat was mijn help. Mijn schoolagenda zat vroeger... Die zat vol met Hovenkamp. Dus die knipsels in Alkmaars Krant, die haalde ik eruit. En dat was... Maar wat was alles dat wat Hugo dan genoemd werd, ja, dat... Wat was dat was nou mijn favoriete voetballer bij AZ. Dus Pier Tol niet? Pier was ook een fantastische voetballer natuurlijk. Ja, maar als je dan... Ja, ik had één favoriet. En dan was ik op straat, was ik dan... Met vriendjes was ik Hovenkamp. Maar ja. Was dat dan zijn werklust? Ja. Zijn stijl, zijn babbel, zijn band met het publiek. Met de harde kern van AZ. En ja, dat was, Hugo was sowieso heel erg geliefd bij AZ. Ja. Ja. Ik denk, Peter, jij komt uit de regio Arnhem. Heb jij dat dan met Vitesse? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Nee, ik kijk vanuit mijn huis bijna op het stadion van Vitesse. Maar ik heb het ook nooit gespeeld. Ik ben bij de Graafschap begonnen. Ja. En de Graafschap, Vitesse is eigenlijk langs me heen gegaan. Maar de Graafschap dan wel? Ja, de Graafschap wel. Niet zo erg zoals Pieter het beschrijft, zijn liefde voor AZ. Nee, niet als fan, nee. Maar ik ben daar begonnen als speler. En ik ben daar uiteindelijk weer teruggekomen later als technisch manager. En dan is het wel je clubje. En ik had, toen ik begon, mijn eerste jaar bij de Graafschap, werden we kampioen, ongeslagen kampioen in de eerste divisie. Dus ja, dat blijft altijd. Maar niet het fangebeuren wat ik hier hoor, dat ken ik niet. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat je zelf al vrij snel natuurlijk op een behoorlijk hoog niveau hebt gevoetbald. Ja, maar ik ben laat begonnen, op mijn 23e. Dus je zou denken van, nou, je hebt ook wel een, wat hij had, een 15, 16 jaar. Ja, maar dat ken ik dat helemaal Vitesse, niet. Dat Vitesse, dat... Nee. Nee, en dat het nu heel slecht gaat met Vitesse, doet je dat iets? Of? Dat vind ik wel treurig. Alleen, ja, wat is er nog over van Vitesse? Ja. Dat vind ik ook moeilijk te halen. Ja. Nou, ja. Pieter, jij schrijft columns. En jij hebt het dan ook over spelers verhuren van AZ. Bijvoorbeeld van Brederode, Poku, Van Bommel. Ja. Waar baseer je dat dan op? Nou, toevallig deed Meijer het aardig afgelopen zaterdag. Hij deed het zelfs vrij goed. Viel echt goed in. Maar ik denk dat het een jongen is die wekelijks moet voetballen en dan een jaar moet rijpen gewoon bij een promovendus. Ja. Bij een Willem II aankomend seizoen. Ja. Want ik kijk kritisch naar AZ en ik vind dat hij als linksvoor tekort komt voor AZ. Maar Pieter, is niet het lastige dat als je die jonge jongens gaat huren, dan moeten mensen spelen op die vleugels natuurlijk bij AZ. Ja. En die haal je niet voor één seizoen of voor een half seizoen. Dat is natuurlijk het lastige. Want als je daar echt een klasbak gaat neerzetten, die is dan natuurlijk niet na een half jaar weer weg. Ja, maar het mooie is dat AZ in jong ook nog wel jongens heeft lopen die dus heel sterk tegen het eerste aanschuren die je al kunt brengen. Nou, dan geen basis spelen. Denk ik hoor. Nee, maar bedoel ik, we moeten toch uiteindelijk, als je AZ op een hoog niveau wil halen, dan zal je, kijk ook even naar Peter, hoe hij er als technisch manager naar kijkt. Ja. Je zal daar toch spelers op de vleugel moeten hebben, als je zegt van Brederode verhuren, van Bommel verhuren. Ja, wie gaat dan linksbuiten spelen? Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, ik vind wel, kijk, AZ kiest voor jeugd. Ja. Simpelweg. Dus dan moet je daar ook die jongens een kans geven. Ja. En als je alleen maar spelers gaat halen, dan wordt het alleen maar lastiger. Ja. Dus er is altijd een dilemma voor een club van, wat doe ik? Ja. Dus dat is wel lastig. En ik vind dat AZ echt goede jeugdspelers heeft. Ja. Jong AZ nu ziet, dat is echt een goed, goed team. Daar hebben wij last van. Maar dan is het ook wel een dilemma waar je voor gaat kiezen. Ga drie hele goede voorhoedenspelers halen en dan gaat geen jonge speler meer doorkomen. Nee. Maar je ziet nu dat het echt knaagt aan die jongens, aan Van Bommel en Van Brederode. Erin, eruit. En Van Bommel heeft er daar ook wel over uitgesproken. Ja. Ik heb nog wat columns voor je teruggelezen. Half oktober zei je nog vorig jaar, was je best nog wel positief over AZ. Brede selectie, je noemde Penetra zelfs een klasbak. Bazoer, Müller, Wolven. Dat is toch wel een beetje bijgedraaid hoor, in die columns in de loop der maanden. Müller, Wolven heeft natuurlijk is wisselvallig. Ja, linksback. Ja, Bazoer vind ik ook wisselvallig. Is in geen veldwegen te vergelijken met de speler die hij was bij Vitesse. Hij heeft ook een andere rol bij AZ. Hè? Speelde voor mij daar met vijf. Hij kon er veel meer opstomen richting middenveld. Daar zag je hem ook van afstand schieten. Ik vind hem, dat woord heb ik ook een keer gebruikt, een pseudo-verdediger.
Dus, hij is eigenlijk meer middenvelder dan verdediger. En hij handhaaft zich redelijk, hoor. Maar, is dat dan ook bij gebrek aan beter? Dat ze Bazour daar neerzetten? Nou, ik ben zelf erg gecharmeerd van een jongen als Maxime Dekker. Ja, die moet zijn uren meedraaien in jong AZ. Terwijl hij zich op een hoger niveau naar mijn idee al aardig heeft laten zien. Dus hij heeft echt heel veel wedstrijden al in één gespeeld. En opeens, die komt er niet meer aan te pas. Dave Kwakman? Kwakman. Ze hebben nou die Belic gehaald uit Servië. Ja, ik vraag me af of Dave Kwakman het minder zou doen op het middenveld bij AZ dan onze vriend Belic. Die een hele stroeve aanloopperiode heeft, laat ik het zo maar zeggen. Hmm. Dus dat zag je ook tegen Sittard weer, tegen Fortuna afgelopen zaterdag. Hij maakte natuurlijk geen geweldige indruk, om eufemistisch uit te drukken. Ja. Ja. Je bent behoorlijk kritisch in je columns, hè? Hoor je er wel eens wat op terug als je dan bij AZ binnen loopt? Nee, ik hoorde niks van AZ'ers vanuit de leiding. Nee. En spelers, heb jij contact ook met spelers of niet? Of dat niet? Ik heb wel ik heb contact met spelers, ja. Want als je zegt nu pseudo-verdediger Bazour en die kom je tegen. Wat zegt hij dan? Nou ja, ik weet niet of Bazour mijn stukken leest. Maar ik denk wel dat je als voetballer om moet kunnen gaan met kritiek. Ja. Dus misschien herkent hij wel iets in mijn... Het is wel grappig, vind ik. Jij bent natuurlijk buitenstaander. Ja, ja. Je vraagt je af, waarom speelt die niet? Er zitten elke dag 8 trainers bij AZ. Misschien nog wel meer. Zo hele begeleidingsstaf. Die kiezen er allemaal voor om Bazour op te stellen. Ja. Dat zal een reden hebben. Ja. En waarom ze niet dekking inzetten. Ze zien het waarschijnlijk beter dan ik. Nou ja, weet je, dat is altijd het verschil. En voor hem is het makkelijk om te zeggen, ik zou dit, ik zou dat. Maar... Ja. Dat is precies die veranderende rol. Ja, ja, die staat makkelijker praten. Ja, nou ja, het is natuurlijk slechts mijn meninkje. Ik bedoel, groter moeten we het ook niet maken. Hè? Maar ik volg AZ, ik ben kritisch. En ik moet wel zeggen dat ik daar niet alleen in sta. Ik zit in allerlei appgroepen met allerlei fanatieke AZ'ers. En een hoop dingen die komen er wel overheen. Ja. En ook over... Bazour is er wel vaak consensus, moet ik zeggen. Dus, Ik ben het helemaal met je eens op, Peter. Maar buitenstaanders zijn natuurlijk over het algemeen ook niet gek. Hè? Er wordt wel eens gezegd als support met witte zakdoekjes gaan zwaaien. Dat is ook niet voor niks. Hè? Dat doen ze niet na één minder wedstrijd. En het uitsluiten van Linsson is natuurlijk niet goed bij Ajax. Daar gaat die jongen echt niet beter van voetballen. Nee. Maar supporters zijn natuurlijk ook niet gek. Nee, maar die zien natuurlijk alleen maar die wedstrijd in het weekend. Zo'n staf is bezig met van alles en nog wat. Een proces met omschakelen, met alles. Ja. En dan nemen ze een besluit. Ja, ja. Dat zal ergens op gebaseerd zijn. Ja. Zie jij grote verschillen tussen clubs? Tussen bijvoorbeeld jouw club en als we AZ pakken? Nou ja, kijk, Telstra is een kleine club. Waar minder druk op zit dan... Ik kom bij de Graafschap vandaan, daar was al wat meer druk. En Volksclub, en bij AZ zal die druk nog hoger zijn. Maar uiteindelijk, als je niet presteert... is ook bij Telstar worden de mensen ontevreden. Ja, ook de supporters. En ontslagen. Nou ja. Uiteindelijk, ja. 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 Dus dat heb je overal wel. Alleen, prestaties zijn zo belangrijk. Hoe minder de prestaties worden, hoe makkelijker jij dingen gaat schrijven. Ja. Ja, dat is ook het meetmoment natuurlijk, toch? Ja, precies. Ja. Dat is soms wel eens lastig. Ja, ja, Telstar, ik zei het al, draait een tegenvallend seizoen. De voorlaatste plek in de eerste divisie leidde ertoe dat trainer Mike Snoei 2 weken geleden uiteindelijk zijn ontslag kreeg. En daarna won Telstar van Helmond Sport en speelde gelijk tegen NAC Breda. We hebben even met elkaar gezeten en we hebben gezegd tegen elkaar, we moeten gewoon alle neuzen dezelfde kant op. Ze moesten ook wel iets doen om wat te laten zien aan het publiek. Ik denk dat gewoon alleen al het ontslag van Mike Snoei al een impact op ons heeft gehad. Ja, iedereen heeft wel het besef dat het wel anders moet. Dit is gewoon een momentopname. In ieder geval, die jongens hebben het gewoon super ingevuld vandaag. Moet ook soms een beetje meezitten. NAC kan zomaar scoren en dan... Ziet de wereld weer heel anders uit naar de buitenwereld. Volgende wedstrijd tegen Jong Ajax. Welke kansen liggen daarvoor, Telstar? Ja, dat is koffiedik kijken met wie ze komen. Ik heb ze van de week zelf zien spelen. Er stond er wel een mooie elftal bij Ajax. Het maakt niet uit wie je tegenover je hebt staan. Als je speelt hoe je vandaag hebt gespeeld, dan ga je wedstrijden winnen. Zelfs Ajax 1 kan verliezen, dus zij ook. Het is lastig, hè? Want ik bedoel het ontslaan van een trainer. Want je hebt hem al eerder ontslagen bij de Graafschap. Ja. Dus dat speelt dat dan ook nog mee voor misschien Mike Snoei wel? Nou, ja, vooropgesteld, ik kon heel goed met Mike. En bij zo'n kleine club moet je heel veel zelf samen doen.
Dus je krijgt een hele hechte band. En dan wordt het steeds lastiger om dit soort beslissingen te nemen. Ja. Alleen, ik zit er voor Telstar. Ja. En Telstar is niet alleen Mike Snoei, Telstar is veel groter. En dat alles bij elkaar meewegende, kom je tot een besluit die niet altijd leuk is. Nee. En hoe reageert de spelersgroep erop? Ja, weet je, ik heb veel spelersgroepen meegemaakt. Meestal is het, 's ochtends krijg je de mededeling, 's middags zijn ze dat weer vergeten en gaan ze weer doortrainen en gaan ze weer verder. Ja. Ik denk wel dat deze spelersgroep wel toe was aan iets anders. En dat die toch wel het gevoel hebben nu van, wij zijn ook medeverantwoordelijk en pakken het ook samen op. Er wordt nu echt veel ook samen gedaan met de staf en de spelers. Het lijkt wel of ze iets vrijer zijn. Maar wat is er nou eigenlijk dan veranderd? Ja, niet heel veel. Ze hebben iets meer inspraak in de manier van spelen. Mogen ze meepraten. Maar misschien valt in hun hoofd dat ze wat anders... Ja. En heb jij ook Mike nog gesproken de afgelopen 2 weken? Nee. Nee? Nee. Nee, Mike zit even in zijn teleurstelling. Dat snap ik ook goed. En dan laat ik hem ook even. Maar was hij echt over de rooie? Nou, hij was wel teleurgesteld, uiteraard. Ja. Wij speelden vrijdags bij MVV uit. En daar verloren we met 6-1. In de emotie na zo'n wedstrijd doe je nooit wat natuurlijk. Dus dat weekend dat verliep tot op de zondag we het besluit hebben genomen. Toen zat Mike bij Vitesse als analist van ESPN. Dus we hebben gezegd, ik ga dat niet voor die tijd melden. Want dan staat hij voor die camera. Dus we hebben gewacht tot na die wedstrijd. En toen heb ik hem gebeld. En toen had hij het eigenlijk niet meer verwacht. Hè? Meestal als je op vrijdag verliest en het is echt hommelus. Dan is het op zaterdag wel de mededeling. Ja. En op zaterdag was ik op de club. En dan heb ik de spelersgroep gesproken. En wat andere mensen gesproken. Nou, en toen kom je op zondag uiteindelijk tot dat besluit. Ja, dat is wel teleurstellend. Maar hoe ga je daar zelf mee om? Lastig. Dat is echt lastig. Ik weet wat hij erin stopte, wat hij ervoor deed. We hadden 6 keer telefonisch contact elke dag. Om maar te zorgen. Want niemand vond het erger dan hij dat die resultaten uitbleven. Ja. Dat was hij ook niet gewend. Hè? Bij de Graafschap goede resultaten neergezet. Eerst jaar Telstar weer super. En nu bleef het uit. Ja. En dat kregen we niet meer omgedraaid. Ja, en dan is de trainer vaak. Maar je hebt hem ongetwijfeld wel bij ESPN gezien. Want hij deed dan een analyse bij Heracles Vitesse dit weekend erop. En toen gaf hij zijn reactie. Toen zei hij echt heel pijnlijk ook dat Telstar nu wint. Hè? Emotie aan. Hè? Want normaal zeg je van, fijn dat Telstar wint. Maar nu had hij toch echt moeite van, hey, ik ben weg en ze pakken ineens 3 punten. Hoe kan dat nou? Ja, ik kan me dat voorstellen, dat je als je al in je teleurstelling zit, dat je dan denkt van, ja, lag het dan aan mij? Of is het nu in 1 keer beter? Ja, dat vind ik ook lastig. Ja. Maar hoe gaat dat? Je gaat hem op een gegeven moment weer een keer spreken of je laat het gewoon nu even rusten? Nou ja, wat Jack zei, bij de Graafschap hebben we ook hetzelfde meegemaakt. En daarna zijn we gewoon weer samen, nog beter eigenlijk gaan samenwerken. Ja. Alleen ja, dit soort dingen liggen wel gevoelig. Ik denk niet dat hij het nog een derde keer gaat doen, Peter, eerlijk gezegd. Ik weet het niet, hoor. Maar... Ja. Hey, Peter, even wat anders. Deze week ben je geconfronteerd met identiteitsfraude. Ja. Kun je even uitleggen aan de kijkers wat er precies is gebeurd en hoe nu verder? Ja, dat kan ik proberen uit te leggen. Het is een beetje ingewikkeld. Rondom de kerst werd ik gebeld door met name zaakwaarnemers uit het buitenland. België, Schotland, Engeland. Met de vraag of ik vanuit Telstar een contractvoorstel had gedaan aan spelers die zij begeleiden. En dat was niet zo. Dus ik dacht van, waar gaat dit over? Wat is dit? En toen stuurden ze mij door wat zij binnen hadden gekregen. En dat was een contractvoorstel voor een van hun spelers. Met het logo van Telstar eronder. Met de naam van Peter Hofstede eronder. Met de handtekening eronder. Een contractvoorstel voor 1 of 2 jaar. En dan moest er alleen de medische keuring nog plaatsvinden. Maar die moest wel even van tevoren betaald worden. Dus de vraag was eigenlijk of die zaakwaarnemers dat wilden betalen. Nou, dat is wel een... Ik denk dat ik wel 8, 9, 10 van die aan de lijn heb gehad. Dus ik dacht van, dit gaat echt niet goed. Dus ik heb gelijk aangifte gedaan bij de politie. Dat is wel blijven liggen, want die hadden daar geen capaciteit of tijd voor. Totdat het echt alleen maar uitbreidde en andere clubs erbij betrokken raakten. En de bedragen groter werden. Toen heb ik eerst de KNVB ingelicht. Die zijn meegegaan in dit traject. Ja. En uiteindelijk de media gezocht om maar te zorgen dat dit stopt. Eerst bekend werd bij andere clubs. Dat ze dachten van, daar moet je mee oppassen. En dat gaat stoppen uiteraard. En nu blijkt eigenlijk dat het een olievlek is. Want het is nog veel groter dan ik dacht. Want hoe groot is het dan?
Nou ja, ik dacht dat ik eigenlijk alleen mijn identiteit gebruikte en nou ja, misschien 10, 15 mensen benaderd had. Maar het gaat ook via andere clubs, het gaat via andere zaakwaarnemers, het gaat via Kazachstan, het zijn clubs in Engeland, Schotland. Dus ja, het is een beerput die nu even open gaat. Dus ik denk dat het goed is dat het nu naar buiten is. Kan dit alleen in de voetballerij, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg net, ik zit al echt al heel lang in de voetballerij. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja. Ik wist ook niet wat ik zag. En blijkbaar, je zou denken, dit gebeurt niet. Je maakt geen geld over iets als je niet helemaal zeker weet, wat is dit? Maar blijkbaar gebeurde het dus toch. Ja. Dus het ligt heel dicht bij iets wat geloofwaardig is. Of misschien de voetballerij waar je denkt van, hey, ik kan die speler onderbrengen. En ja, dat zou echt heel mooi zijn, financieel mooi zijn. Ja. Maar het is typisch weer, als het te mooi is om waar te zijn, zeggen ze altijd, dan is het waarschijnlijk ook... En nu hoop je dat je er vanaf bent? Of... Nou ja, dat op de eerste plaats. Maar ook dat andere clubs gewaarschuwd zijn en hier niet... Want je voelt je toch... Ik heb heel veel clubmensen aan de lijn gehad die zich een beetje schaamden. Dat ik hier ingetrapt ben. Technisch directeuren van clubs uit het buitenland. Die zeiden van, ik heb dit betaald, hoe is dit mogelijk? En dat gevoel, en ze waren boos en ze wilden contact met de politie. En ze wilden, ja, maar je staat een beetje machteloos. Dus ik denk nu wel, nu dit verhaal naar buiten is, dat het wel gaat stoppen. In ieder geval deze persoon gaat stoppen. Ja, die is wel, ja. Ja. Treurig. Oké, we gaan naar Kratje Trap. En Erik-Jan Brinkman, die ging deze week naar het voormalige terrein van HFC Haarlem. Hey, kan niet zo enthousiast, man. Wat je hoort! Heer, wat leuk dat jullie er zijn. Haarlem, kennen mijn land, hè? Hey, maar wat heel leuk is, jullie zijn drie broers van elkaar. Ja, zeker. En heren, jullie hebben een hele bekende trainer. Ja, zeker. Het is gewoon de enige echte Joop Bukkeling, hè? De topscorer van Haarlem. Kijk eens even achter je, Joop. Dat zijn de sterspelers van nu? Ja, dat zijn de toppertjes, ja. De handicap, geef jij er ook een slinger aan, Joop? Moet ik dat doen? Ja, zeker. Nou, dan gaat hij. 1, 2. Dat gaat zo lang doet ze bespreking ook altijd. Oh, dit is op zich wel een interessante. Drie grote ballen voor drie kleine ballen. Vang maar. Ah, super. Dankjewel. Hartstikke idee. Jullie mogen zelf bepalen welke drie grote ballen eruit gaan. Ja. En waar de kleine balletjes komen te liggen. Ja, maar jullie hebben zulke enorme spierballen. Ja, jij bent wel de meest brede. Hier zit er nog een beetje speling in. De spierbundel. Ja, moet compenseren, hè. Ja. Je kan niet voetballen. Nee, precies, daarom. Het belangrijkste is dat we gewoon die kratjes haken. Dan hebben we de meeste punten. Dus dat is 10. Volendam. AZ, 15. Mm-hmm. Telstar, 5. 20. Ajax. Succes! Kom maar. Oh, natuurlijk, Joop. Voor jou, kutbal. Slechte bal. Sorry. Stromheen. Oh. Nee, weer drie punten, hoor. Dat is wel cool, hè? Oké. Joop, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Je moet alleen een kratje raken. Pannenkoek. Pancake. Kom maar, boys. Kom maar. Ja, raak eens een krat. Steun ze. Kom maar. Ja! Kratje, Die beste. Die beste. Hartstikke leuk. Ja. Ja! 5 punten. Telstar. 2 kratjes. Hij raakte hem! Door. Ja, ze lopen een beetje naast de schoenen, want het gaat wel vrij aardig. Hoor. Drie kratjes al geraakt. We hebben nog een paar seconden te gaan. Oh! Laatste bal, maar dan kan nog één bal. Alles geven! Jeroen! Ja! Laatste goed, hè, Joop? Ja, die was vol overtuiging. Wat een lange 2,5 minuut. Ah, Joop, ik ben moeier dan die training van jou, man. Ja, een derde plaats dus voor Haarlem Kennemerland met 50 punten. En VVH Velsenbroek is hard op weg deze derde periode te winnen. Ik wilde Pieter alvast vragen of hij zijn handtekening wil zetten op deze bal. Dat mag je nu eventjes doen. Daarna Peter uiteraard ook. Want mensen die zich opgeven voor Kratje Trap kunnen deze bal winnen. Ja, deze zal lastig worden. Je moet je dan opgeven voor de vierde periode. En dan een mailtje sturen naar onderstaand adres. Ja, op deze bal staan onder meer de handtekeningen van Marianne Timmer, Piet Keur, Regilio Simons, Arno Vermeulen, Anders Jonker, dus zijn niet de minste. En daar komen die van Pieter Visser en Peter Hofstede nog bij. Is er nog plek eigenlijk, Peter, op die bal? Ja, vind ik wel. Ja, en volgende week dan de laatste. Pieter, jij bent muziekjournalist, maar waarom eigenlijk geen sportjournalist? Ik combineer het een beetje, ja. Dus ik doe beide. De vreugdes in het leven.
Ja. Dat is goed te combineren, ja. Okay. Ja, ja, ja. Het zijn er volgens mij niet zo heel veel, toch? Die dat zo. Ik ken Menno Pot bijvoorbeeld bij Ajax, die muziek en voetbal combineert. Maar het zijn toch over het algemeen wel twee aparte werelden, toch? De voetballerij en de muziekwereld loopt nog behoorlijk uiteen, ja. Ja, toch? Ja. Het voordeel van de muziek laat je nooit in de steek. Nee, dan word je nooit teleurgesteld. Dat klopt, ja. Ja. En dan kun je nog zelf kiezen wie of wat je dan opzet, zeg maar. Dus dat is een wezenlijk verschil tussen mijn grote passies. Maar over wie, voetbal en muziek. Wat schrijf jij bijvoorbeeld? Even om een beeld te krijgen over wie of wat. Nou, ik schrijf het over de alternatieve muziek. Ik schrijf voor de website van Pingweer Radio, met name. En dat is het grootste online indie radiostation van Europa. Dus ja, waar de betere muziek wordt gedraaid. Zo eigenwijs ben ik wel, ja. Wat is de betere muziek? Nou, de betere muziek is de muziek waar ik wat beter over wordt nagedacht. En dat is natuurlijk altijd subjectief. Textueel? De betere muziek is in mijn bescheiden perceptie is dat muziek die geen knieval maakt voor commercie. Daar komt een grote lijn op neer, denk ik. En waar moeten we dan aan denken? Ja, waar moet je dan aan denken? Ja, dat is natuurlijk een heel, heel breed palet. Van PJ Harvey tot de Black Keys, tot vroeger Nirvana. Ja. Dus dat soort bands, ja. Maar dat is ook voor iedereen. En alles wat daar in het midden ligt, zeg maar. Ja. Ja, ja. Maar over Jan Smit of de 3J's wel eens een stukje geschreven, of dat niet? Ja, zeker wel. Ja? Ja, want ik heb ook wel voor uitgeverijen gewerkt waar ik dat soort mensen interviewde ook. Ja. Maar ook de grotere der aarde, van Joe Jackson tot Andrew Fletcher van Depeche Mode. En jongens van Duran Duran, Jim Kerr van The Simple Minds. Noem maar op. Ja. Dus Depeche Mode, daar ben je wel redelijk gek van, hè? Depeche Mode is mijn favoriete band. Ja? Ja, ja, ja. En wat maakt die band dan zo? Geen idee, ja. Op een gegeven moment word je geïnfecteerd met zo'n virus. En dan ga je alles verzamelen. Ik heb ze meer dan 40 keer live gezien. Zo. Volgende maand ook naar Madrid. Gaan we met 3 stellen heen. Dus maak een weekje Madrid van. Liftend? Depeche Mode. Dat is wel een uitdaging, ja. Dat, ja. Ja. En dat wordt toch vliegen. Maar dat is... iedereen heeft wel zo'n favoriete artiesten, denk ik. En ik heb een hele ik heb iets van 7.000-8.000 cd's in de kast staan. En ik heb nog heel veel vinyl. En, Maar de hoofdmoot is... De winnaar is Depeche Mode, ja. De hoofdmoot is Depeche Mode. Ja, en dan op de tweede plaats de Stones. En op de derde plaats de Beatles. Dus, Maar die staan toch net even achter Depeche Mode. Ja. En Peter, George Michael. George Michael heb ik ook in de kast staan. Dat is een van de allerbeste zangers die we ooit hebben gezien op deze planeet. Oké, dat wou ik ervoor horen. Ja. Ben je fan van? Ja. George Michael. Ja. Is een paar keer geweest, hè, bij een concert. Ja. Van George Michael. Ja, een ongelooflijk goede zanger. Ja, en groot componist ook. Listen Without Prejudice is natuurlijk een ongekend goede plaat. Ja. Ja, voordat we nou in een compleet muziekprogramma belanden. Ik wil toch nog even vragen aan Peter. Peter, waar hij vanuit? Ja, dat wil ik eigenlijk naartoe. Nou, ik zat net te denken. Die vraag gaat komen? Ja, die vraag gaat komen. Ik heb in de auto altijd Radio 1 op staan. Oké. Dat is weinig muziek. Dan word ik uitgelachen door mijn kinderen. Die zeggen, ben je niet goed? Ja. Dus moet muziek op. Maar ik heb dat wat jij hebt voor muziek, heb ik niet. Ik vind wel veel muziek leuk, maar niet... daar ben ik ook geen fan van. En er is altijd wel eentje in de kleedkamer die natuurlijk over muziek gaat, toch? Dat in de kleedkamer, in mijn tijd was er geen muziek in de kleedkamer, tegenwoordig wel. En de deur staat wel eens open bij ons in de gang. En wat hoor je dan? En dan doe ik hem heel snel dicht. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar die spelers die vinden dat mooi, maar dat dreunt alleen maar. Ja, het is autotune gejengel. Ja. Ja? Wat zei je, Pieter? Autotune gejengel. Ja, ben je ook geen fan van wat er uit die kleedkamer komt? Ik hou van echte zangers en echte zangeressen. Die geen studiotechnieken nodig hebben om de boel nog aardig te laten klinken. De jongens van de Youth League, van AZ, die waren wild van dat nummer van De Engel Bewaarder. Ja. Dat draaiden zij grijs in de rust en na wedstrijden. Vind jij wat minder waarschijnlijk? Nou, ik vind dat een heerlijk kroegnummer. Nou, misschien werd het ook wel een beetje... Nee, ik vind dat echt wel een prettig nummer, ja. Werd dat een soort van bijgeloof misschien ook wel? Van, het werkt goed. We zijn met iets unieks bezig. Laten we daarna vasthouden. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik herinner me dat van die huldiging. En dat... wat het misschien een beetje talisman van nummer of zo. Ja, dat zou precies kunnen, ja. Ja. Er ligt een mooi shirt op tafel. Er liggen heel veel mooie shirts op tafel eigenlijk. Zullen we aan deze kant beginnen? Bij het groen-geel van ADO.
Ja, dit is het kampioensshirt van seizoen 2002-2003. Van toen nog zie ik de gouden Hertsdivisie. En toen werden we met ADO kampioen. Onder Rinus Israël en Lex Schoenmaker. En dat was eigenlijk wel een fantastisch seizoen. Met een fantastisch trainersduo. Waar we echt heel veel plezier hebben gehad. Waarom zeg je dat zo expliciet? Ja, omdat het toch wel een beetje uniek was toen. Rinus Israël. Rinus sowieso? Ja, dat was een figuur. Dat was echt onvoorstelbaar. Ja. Dat was elke dag... Ja, je moet er wel tegen kunnen. Hè? Want hij is mega cynisch. Humor. Maar... Ja, als je een beetje bij hem binnen kon dringen, was hij ook wel weer super aardig. Maar ja, dat was elke dag wel weer genieten. Wat was jouw specialiteit, Peter? Goed in de lucht of... Nee, ik kon maar één ding, was doelpunten maken. Ja, maar meestal met je voeten of... Allebei. Ja? Ja. Ik kon niet zo goed voetballen. Althans, niet, ik hoefde geen 3-4 man te passeren en dan op z'n Volendam, zeg maar, met veel techniek. Maar ik heb wel altijd heel veel goals gemaakt. Ja, absoluut. Ja. Maar dan denk ik, Telstra scoort al een paar jaar vrij moeilijk, hè? Want dat was onder Jonker eigenlijk ook zo. Ja, nu komt hij. Dan moet jij ze toch wel iets kunnen bijbrengen. De vraag is mij 20 keer gesteld de afgelopen... Ja, toch? Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat jij je groen en geel ergert. Zelfs vorig seizoen, waar we 9e werden, hebben we zoveel kansen verprut. Nou, hoe... En het gaat maar door. Ja. Nou ja, het enige... Kijk, scoren is een kwaliteit. Daar lopen niet alleen Telstra tegenaan, daar lopen echt heel veel clubs tegenaan. En nou ja, bij Telstra krijgen we niet de beste spelers van Nederland. Dus wij zoeken ook nog... We hebben nu 2 spitsen uit de tweede divisie gehaald. El-Kashati en Edatjouri. Nou, Edatjouri heeft 11 keer gescoord. Vind ik echt een mega prestatie. El-Kashati is lang geblesseerd geweest. Die begint nu te scoren. Dat is voor mij de ketchupfles. Maar scoren is een kwaliteit. Wij komen zo vaak voor de goal en dan gaat hij er niet in. En dan gaat hij de andere kant weer in. En daar word je moedeloos van. Ja. Ja, ik kan ook niet meer... Maar dingen. Je hebt geen recept waarvan je zegt van... Nee, dan daarbij is scoren voor een spits is vertrouwen. En als je vertrouwen hebt, gaat hij via je knie en via de paal gaat hij er altijd in. Maar valt dat voor jou niet te combineren met het technisch manager? Gewoon de spitsen trainen? Nee, ik vind op een bepaalde leeftijd moet je gewoon niet meer op het veld staan. Nee. Zo oud ben je toch nog niet? Nee, dat is waar, maar... Je moet ook de dingen dan voor kunnen doen, vind ik. En we moeten er nog een beetje uitzien. Liever niet. Ja. Hovenkamp onder andere. Maar, of zijn alle shirts van Hovenkamp? Nee, inmiddels is Hovenkamp. Kees Kist. Dat is Frans Thijssen. Oké. Okay. Geruild door Hugo na de finale? UEFA Cup finale van 81. Ja. Ja. Dus, en hoe kom jij daaraan, Pieter? Ik heb Hugo een paar keer geïnterviewd. En ik ben bij hem thuis geweest in Callantsoog. En toen liet ik een beetje doorschemeren dat ik shirts spaarde. Dat ik, Hugo is een jeugdheld. Hij zegt, nou, kom op Pieter, dan gaan we even naar boven. Ik dacht, we gaan naar zolder. Daar heb ik een doos. Wat gaat hier gebeuren? Nee, zo ver ging de liefde ook niet. Nee. Heren. Ja. Dus wij de zolder op en toen kwam er een doos, een echt oude kartonnen doos, verstopt. En daar kwamen toch een partij shirts uit. Schitterend. Ook Brazilië en in Frankrijk. En al van die jaren 70 shirts van Hovenkamp. En deze. Hij zegt, kies er maar 2 uit. Nou, dat werd deze. Met de legendarische opdruk op de borst. Ja. AZ was volgens mij de eerste club ter wereld. Is mij verteld. Met de naam op de borst. Nooit eerder vertoond. En die dus. Ipswich, ja. Nog gedeeltelijk van katoenen. Dat is ook uniek tegenwoordig. Want, en die is van Kees Kist, hè? Die is van Kees Kist, ja. 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 Met de rug nummer 9. Hè. Dat zijn wel legendes voor AZ. Ja, dit zijn echt ongekende. Dus hier staat ligt de partij Interlands. Met Thijssen, Hovenkamp en Kist. Die zijn weergaan niet kent. Maar heb je heel veel shirts? Want je zegt, ik spaar de shirts. Of? Van spelers heb ik heel veel shirts. Ik heb ook Koopmijners, Stenks, recente shirts... En wat doe je daar dan mee? Want ik weet niet hoe groot je woont, maar... Die liggen... Zonder. Die liggen in de doos. Ja, ik heb thuis te maken met een vrouw die dan ook nog wel een rol speelt, zeg maar, in het interieur. Die de belangrijkste stem in het kapittel heeft. En dat accepteer ik allemaal. En shirts ingelijst aan de muur is geen optie. Dus Dus jij zegt niet tegen je vrouw nu van we gaan lekker naar boven shirts kijken. We gaan wel geregeld naar boven, ja, maar dan gaan we hele andere dingen naar shirts kijken. Ja. Waar gaan we dan... Een Hugootje noemen we dat. Ja. Ja. Zullen we dan zelf nog gaan? Ja. Zullen we dan zelf nog gaan? Blijf bij het beste. Ja.
Ja, als elftal dus van FC, de aftrap met spelers van AZ, Ajax, Volendam en Telstar. Gekozen door de gasten hier aan tafel. Nou Peter, ik neem het toch even door het elftal. Ramai is de doelman van Ajax. Die staat er al een paar weken. Dan achterin Sugawara van AZ. Bouyamba en Mirani centraal van Volendam. En Hato van Ajax. Hij staat bij ons linksback. Dan is Klaasie er vorige week ingezet door Andries Jonker. Hij speelt natuurlijk bij AZ. Dan hebben we Milan de Haan van Volendam en Kelvin Twicht. Hij is nu geblesseerd. En voorin Berghuis erin gekomen, door Arno Vermeulen erin gezet. Brobbie van Ajax en Pavlidis van AZ. De coach is John van het Schip en de scheidsrechter Shona Shukrula. Er staat niemand van Telstar in, valt me eigenlijk nu op. Ja, dat is misschien ook niet zo gek als je voorlaatste staat in de Eerste Divisie. Maar daar denk jij misschien anders over. Kan ik me iets bij voorstellen, maar ik ga toch verandering in brengen. Dus ja, ik wil heel graag onze topscorer weer in het elftal. Ik begrijp dat hij er al in gestaan heeft. Ik wil hem weer erin brengen. Je bedoelt Edda Tjuri. Zakaria Edda Tjuri. Die is ook geblesseerd, Peter. Ja, maar hij is weer op de weg terug. Dus even een extra steuntje in de rug. Qua vertrouwen. Alleen, ja, die drie voorop wil ik eigenlijk niet aan tornen. Ik vind dat, daar wil ik mijn vingers niet aan branden. Dus één van de twee daarachter gaat wat mij betreft eraf. En dat wordt... Twicht. Twicht. Ja. Sorry. Die is ook geblesseerd. Dus eigenlijk wissel je de ene geblesseerde voor de andere. Ja. Behalve dat Edda Tjuri bijna terugkomt. Je mag ook schuiven, hè, Peter. Maar wel mooi dat witte shirt toch tussen... Ja, je mag hem ook wat naar voren schuiven. Want ik weet niet of hij op deze positie een beetje tot zijn recht komt, Edda Tjuri. Ja, maar dat kan hij wel. Een beetje, ja, dat speelt hij iets dieper, maar... Het wordt een beetje gek systeem zo, of niet? Ja. Ja, anders moet je met vier aanvallen spelen. Dat kan ook natuurlijk wel. Ja, dat is wel heel offensief. Dan twee en dan één. Twee controleurs, ja. Zo dan. Zo erachter, zo. Ja, ja. Mooi toch? Ja, dus de Haan op het middenveld en Klaasie. En dan Edda Tjuri ervoor. Ja, heel keurig. Dat is keurig. Hij hing op zijn kop, hè? Ja. Dat doe je met de ranglijst natuurlijk ook. Daar de velsters uit, of niet? komt allemaal wel goed, toch? Komt het goed toch in de vierde periode? Nou ja, wij gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen blij te maken in Velzen. Dus wat daarvan komt, gaan we zien. Ja. Peter, zijn jullie een beetje tevreden over Alex Plat trouwens? We zitten nu toch in Volendam. Nou ja, Alex is voor onze speler die extra dingen toevoegt. Ik had van tevoren niet gedacht dat hij bij Telstar zou komen. Maar uiteindelijk op doodspoor bij NAC. En wij zijn blij dat hij bij ons speelt. Ja. Een beetje aan het zoeken met zijn positie. Hij speelt dan achterin, dan op middenveld. Maar ik denk dat we nou de plek gevonden hebben. Dus daar gaan we nog wel wat van verwachten. Mooi. Pieter, wat wil jij aan dit elftal veranderen nog? Nou, een mooi elftal. Ik zou graag Wouter Goeze erin willen hebben. Wouter Goeze. Ben ik van gecharmeerd. Doet het ook goed? Doet het goed. Een jongen uit de eigen jeugd. En zit een goede kop op. Jongen met leiderskwaliteiten. Die een geweldige toekomst toedicht. En dan kijk je nog naar achteren en dan zie je onze vriend Bouyamba staan. Dat is ook een geweldige voetballer. Een jongen met ongelooflijk veel potentie ook. En, maar die heb ik volgens mij dit hele seizoen nog niet gezien. Die weinig. Die heeft iets niet serieus. Ja. Ongekend veel geblesseerd en dat is sneu. Er is nogal wat mysterie ook rond die blessure. Ik gun die jongen het beste, maar die haal ik dan even eruit. En die mag er van mij weer in als hij weer speelt bij Volendam. Maar nu even niet. Maar hij speelt niet. Dus, nee. Goes komt er voor hem in de plaats. Ja. Aan de rechterkant zo, rechts in het centrum. Rechts in het centrum, een rechtsbenig verdediger rechts in het centrum. Ja, die staat op zijn plek daar. Nou, maar we kijken hoe hij het gaat doen zondag tegen Ajax als hij speelt. Goes, ik denk dat hij het wel niet staat. Ik zou hem opstellen. Dus, Peter, kom lekker zitten. Mocht je nog je mening willen ventileren over dit elftal van FC De Aftrappen... dan kun je natuurlijk naar onderstaand mailadres een mailtje sturen. Normaal zou ik zeggen afsluiten, maar ik wil toch nog één vraag stellen even aan Peter. Als technisch manager, de contracten bij Telstra die lopen volgens mij bijna allemaal af deze zomer. Klopt dat? Half. We hebben drie doorlopende contracten. Maar drie? Maar wel 11 spelers met een optie. Dus daar hebben wij zelf de hand in of we die wel of niet gaan verlengen. Dus de komende periode, want 1 april komt eraan. Hè, dat is de periode dat je duidelijkheid moet geven als club. Gaan de gesprekken nu wel zo'n beetje beginnen met spelers die wel of niet mogen blijven? Ja. En verwacht je dat er veel moeten gaan omdat dit seizoen niet is uitgepakt zoals je hoopt? Nou ja, dat bekijken we individueel. De ene speler heeft het wat beter gedaan dan de ander. En dus er zullen zeker een aantal opties gelicht gaan worden. Waaronder Edda Tjuri die het goed doet natuurlijk. Die wil je niet kwijt. Nou ja, die was al bijna weg natuurlijk naar Groningen. Of? Ja, die jongen heeft wel pech. Hè. Hij raakte geblesseerd precies in die periode. Dus er gaan er zeker een aantal blijven. Maar er zullen ook een aantal vertrekken. Ja. Goed, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst en succes met wat jullie ook doen.
Graag gedaan. En volgende week een nieuwe aflevering, Jack. Aflevering 99. Ja, het wordt spannend, Edward. En volgende week hebben we presentator van ESPN Pascal Kamperman. En naast hem zit voormalig international en natuurlijk speelder ook van Ajax geweest, Sonny Siloy. Dat allemaal natuurlijk volgende week. Eerst gaan we een mooi voetbalweekend tegemoet met natuurlijk zondag AZ Ajax. We hebben natuurlijk ook nog Volendam, Heerenveen. En wat te denken van maandag jong Ajax tegen Telstar. Dus volop voetbal, lekker kijken. En wij zijn er volgende week weer. Dag. De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoedadviseurs, Mick, Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.